Ik vroeg me af of ik weer met haar onder de druivenstruik kon zitten. Of haar 's avonds bij de muur kon zien. Naarmate het later werd... Ik ben Tamina Kefi, schrijfster. En als jurylid ben ik verbonden aan de schrijfwedstrijd van Save the Children. Omdat ik dit een heel waardevolle project vind. Omdat dit echt een verandering kan brengen in de cultuur. Ja, omdat dit ervoor kan zorgen dat ook Afghaanse schrijvers zich meer gaan richten op kinderen dan op volwassenen. Ik zie dit ook als onderdeel van onderwijs, van ontwikkeling van kinderen. Als kinderen zelf de mogelijkheid hebben om te lezen, dan zorgt dat ook natuurlijk voor hun ontwikkeling. Er werden vooral toen de Taliban aan de macht kwamen, werden heel veel boeken verbrand. Maar ook televisies werden echt letterlijk opgehangen aan de bomen. Dus alles wat voor vooruitgang en ontwikkeling kon zorgen, daar wilden ze vanaf. Maar de boeken zijn ook weg. Geen idee wat daarmee gebeurd is. Want die bleven achter in het huis, in dat eerste huis. En als je op de vlucht slaat, dan neem je geen boeken mee. Dan neem je eerder een deken mee of wat te eten dan boeken. Ik krijg heel veel de vraag, hoe mensen een verhaal kunnen publiceren. Of mensen schrijven mij van, ja, ik loop al heel lang met een verhaal rond, hoe krijg ik het gepubliceerd? Nou, dit is je kans. Doe mee. Ben jij benieuwd naar Geen van ons keek om van Tamina Akevi? We verloten 5 exemplaren onder iedereen die een verhaal beoordeelt. Ga dus naar schrijven.savethechildren.nl en geef je stem.